bij nadeel is misschien wel dat er nog maar één front meer overblijft voor Club Brugge. En dat de plaatjes duur zijn en dat de concurrentie... Ja. Sven Kums. Arslan Agic. En dan de Poitre nog eens voorbrengen. En dit had de 1-0 moeten zijn. Ja, Remtjouk, wat laat hij daar liggen van heel dichtbij, van op een meter of vijf. Een spits als hij moet hij gewoon maken. Het eerste duel wordt niet echt gewonnen. Het tweede goed teruggekopt van de Poitre. Ja, Remtjouk. Nee, Mechelen. Daar is de versnelling. Goeie tik van Remtjouk. De Poitre voor doel. Die zocht hij ook. En Mignolet moet tussen beiden komen. Bal is buiten geweest. Nee. Jawel. Of toch? Ja. Sven Kums richting de Poitre. Het wordt Matta. Owuzu van ver. Houdt een mooi laag. Maar de richting ontbreekt. Ja, dat weet je. Dat is een alles of niks bal natuurlijk. Raakt hem echt heel goed in de drop. Voor de verdediging vorig jaar in de ruit van Jes Torp. Zijn naastblik heeft overgenomen. Veel minder. Titularis. Hier is Dost in de rug van de verdediging. Daar is het doelpunt. Jawel, daar loopt Bolat. En je ziet hem één keer in de 16 van de tegenstander en hij scoort. En Agent is nu dubbel gefrustreerd dat ze hun overwicht voor de rust niet hebben omgezet in een goal. Hier gaan we het zien. Eerst dat lange balletje. Deze ligt hij goed terug. Loopt meteen naar binnen. En dan uit de rug van de verdediger. Goed gezien ook door de ketelaar. Perfect op maat. En dan denk ik dat Bola misschien net iets meer kan. Een slap handje. Nou, staat in niemands land natuurlijk. Maar het is vooral de goede loopactie van Dost in eerste instantie. Die eerste aflegger met het hoofd. En dan in tweede instantie het meteen diep zoeken. Centraal daar. En dan keert hij op zijn stappen terug. Mooi balletje van Aken. En daar is de 2-0 al. Charles de Ketelaar. Ja, zo simpel kan het zijn, maar zo mooi is het ook. 1, 2, 3. Ja, een vrij makkelijke manier het verschil tegen dit Agent. Ja, begin met die individuele actie van Lang. Goed inspelen in één tijd door. En dan de ketelaar, die twijfelt niet. Alweer denk ik dat Bolat misschien net iets beter kan doen. Die mag er niet in. Aan die eerste paal lijkt me. En ook niet echt op hoge hoogte. En raakt hem bovendien nog. Deze man aan de basis. Inspelen in één tijd. Alleen voor de goal. Scherpe hoek, maar wel goed getrapt. En Bolat moet hem eigenlijk wel hebben, Nico. Club Brugge baas nu. Dost met de overstap. Lang. Dat duurt zijn tijd, maar kijk eens wat een ruimte voor Vormer. Dost aan de tweede paal. Daar is niet de derde, toch de derde. Bas Dost met zijn tweede van de avond. Het gaat kinderlijk makkelijk nu voor Club Brugge. De veer is gebroken, wordt Nico. Een vernedering op die manier voor Agent. Over en uit was. Te veel balverlies. En dan een goede combinatie alweer deze keer van Brugge met Vormer. Helemaal alleen. Goede voorzet op maat. Dit is wel een goede save in eerste instantie van Bolat. En dan heeft hij de pech dat de aanvaller van Brugge de eerste is die kan reageren. En plots gaat alles goed voor Blauw-Zwart en alles fout voor de Buffalo's. Dat gevoel ook aan de 0-2. De 1, ik zeg het, de eerste was al een zwaar om te verwerken, maar die tweede heeft echt de benen helemaal afgesneden bij Gent. Mohamed dringt aan. Hij rovert ook de bal bij Soes. En daar is Mignolet. En daar is ook de eerste kans van Gent in de tweede helft. 60 geworden, maar wel twee goals in die 61 minuten. Meer kan je niet vragen. In 8 matchen. Dat is een geweldig gemiddelde. En Daniel Perez die krijgt dus... Op dit moment 0-3 achterstand toch wel een serieuze dreun krijgen. En de tegenstanders de volgende weken. Eerst kijken naar Matta. Legt hem goed terug. Lang en dan met... Nurio denk ik die daar nog als laatste tussen zit bij dat schot van Lang. Inderdaad, Nurio aan de lat. Maar al ging de bal wel naast, denk ik, van dat schot van Lang. Ook hier het goede doorzetten van Matta. Kijken, achteruit leggen, niet gewoon blind voor. Een club dicht bij 0-4. Vormer. Perez, en daar is de 0-4. Het wordt een flinke afstraffing voor agent Daniel Perez. Die al het goede wat we...
de voorbije weken al zagen wat hem tot in de eerste ploeg heeft gebracht. Nu bevestigd voor het eerste elftal. Goede hoekschop, maar zoveel vrijheid gegeven door Yaremchuk, denk ik, in dit geval. Zo makkelijk. Wel mooi binnengekopt. Absoluut. Over de schouder, boem, verste hoek, onhoudbaar voor Sinan Bolat. Maar het wordt hem niet echt moeilijk gemaakt, Nico. Nee. En nu mag het van Club Brugge. Tot daar. Maar wellicht ook niet verder. Ojija. Daar is trappen. En dwingt Mignolet tot de save. En daar is Tissoudali niet met de eerredder voor Gent. Moeilijkste gedaan is helemaal wel een goede trap van Vadis Ojija. En dan Tissoudali. Oké, okay, de hoek is... 0-4, dat zijn heel erg duidelijke cijfers. Een Club Brugge met twee gezichten, onherkenbaar voor de rust.